Welkom terug bij de 15e Werf en Zipconomy Webinarweek. Vanaf vandaag tot en met vrijdag delen experts, boegbeelden en ervaringsdeskundigen hun kennis en kunde met jou. En vandaag gaan we het hebben over professioneel inhuren in de praktijk. Ik ben Klaartje en ik ben vandaag je dagvoorzitter. Zojuist hebben we het al samen met Harvey Nash gehad over ontwikkelingen in de wereld van inhuur. En een van de belangrijke trends die daar naar voren kwam was AI. Daar gaan we nu mee verder. Het thema is AI geeft de inhuurdesk van BAM tijd voor het echte werk. En bij mij in de studio zijn Jolanda Nijboer en Meike Dolmade. En jullie gaan mij alles vertellen over hoe jullie AI inzetten om die inhuurdesk meer tijd te geven voor het echte werk. Ja. Ja, want een flexwerker die zijn inloggegevens kwijt is, iemand die niet weet hoe ze uren ingevuld moeten worden, vragen over verlof aanvragen, het zijn allemaal eigenlijk best wel standaard zaken. En daar kan AI dus best wel goed mee helpen, hebben jullie bedacht. Daar gaan we zo meer over vertellen. Ondertussen even nog een paar huishoudelijke dingen. We hebben wat polls meelopen. Dus je kunt zelf ook je mening geven over wat jij vindt van AI op de werkplek, wat jij daar nou mee zou willen. En als je vragen hebt, stel ze vooral. Dan gaan we ze aan het eind van dit webinar voor je beantwoorden. Om maar eerst even bij het begin te beginnen. Naast mij staat Meike Dolkmade van BAM. Ja. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, natuurlijk. Ik ben Meike Dolkemade en ik ben verantwoordelijk voor de inhuurdesk van BAM. BAM Flexplein noemen wij die. Wij zitten daar met een team van 20 mensen en doen de contractering van alle externe medewerkers die op uurbasis worden ingehuurd. En dan heb je het over uitzend- en detacheringskrachten en ZZP'ers. Daarvoor gebruiken wij het systeem Native. En we krijgen heel veel inderdaad dezelfde vragen telkens. Zeker sinds we sinds kort urenregistratie voor externe medewerkers aan het doen zijn. Wij hadden hulp nodig om ons meer te kunnen focussen op het adviseren van de business. En juist die extra toegevoegde waarde te kunnen bieden in plaats van alleen maar telkens standaard dezelfde vragen te beantwoorden. Dus vandaar dat wij samen met Native aan de slag gegaan zijn. Ja. Want naast jou staat Jolanda Nijboer van Native. Yes. Wat is jouw rol bij Native? Ik ben Key Account Manager bij Native al ruim 5 jaar. En dus ook Key Account Manager voor de BAM. Mijn doel is eigenlijk het versterken van de klantrelaties. Door het optimaliseren van hun inhuurprocessen. En ja, dit was een van de vragen die wij kregen. Ja. En werkten jullie al langere tijd samen? Ja, 5 jaar dan, 5 jaar, denk ik. Ja. Ja. En wanneer kwam dat idee om iets met AI te gaan doen? Wanneer ontstond dat? Je ziet bij al die webinars en allerlei forums en dat soort dingen, hoor je heel veel dingen over AI. Ja. En ik dacht, hoe kunnen wij dat nou gaan doen binnen BAM? Want voor mijzelf is het heel abstract altijd geweest. Dus toen heb ik die vraag maar heel erg open bij hen neergelegd. En gelukkig hadden zij er wel oren en ogen naar om met ons mee te denken. Dus ik denk nu een jaar of een half jaar geleden dat we echt concreet begonnen zijn. Ja, wij willen natuurlijk de klant helpen en die vraag kwam. En binnen Native is ook mijn collega Chris Neddemeijer heel druk daar al mee. Om te kijken wat kan en hoe we dat makkelijk kunnen toepassen om echt het optimaliseren van die inhuurprocessen. Dus toen die vraag van Meike kwam, natuurlijk naar Chris toe gestapt. Ja. En toen zijn we aan het werk gegaan samen. Was dit de eerste keer dat jullie iets met AI gingen doen? Ja. Voor ons wel. Voor ons niet, maar voor ons samen echt was het een nieuw project. Ja. En krijgen jullie meer van dit soort vragen al binnen? Of was dit nog... Nee, we krijgen meer van dit soort vragen. Want net zoals wat Meike schetst, een grote inhuurdesk. Daar komen natuurlijk heel vaak veelgestelde vragen. Hoe kun je dat nou optimaliseren door dat af te vangen? Dat de inhuurdesk meer tijd heeft voor de andere zaken, zeg maar. Ja. Dus er zijn meerdere vragen binnengekomen. Maar goed, met Meike kon het echt concreet maken tot een...
om dat samen op te zetten, zeg maar. Dus dat is echt heel erg leuk. Want daar leer je natuurlijk ook beide partijen weer van. Ja, want wat was de eerste stap voor jullie? Eigenlijk, ja, ik heb me vragen gesteld inderdaad op basis van, ja, weet je, als je bij allerlei online webshops of dat soort dingen, kan je altijd chatten, 24/7. Ja, en dat merkten wij ook steeds meer, waar we in de ochtend dan normaal 10 berichtjes hadden, hadden we er nu in de ochtend veel meer, omdat mensen 's avonds aan de slag gaan met het... met het invullen van hun uren en het inloggen. En dan ook tegen de issues aanlopen. En overdag staan ze gewoon op de bouwplaats. Ja. Dan gaat het. Komt het vanzelf. Ja, en voor ons is het belangrijk. Hè. Voor Meike was het een helder verhaal. Maar het is altijd heel belangrijk om je doel echt helder te hebben. Wat wil je nou precies bereiken daarmee? En wat is je doelgroep? Ja. Om dat goed in kaart te brengen. Ja, en dan moet je ook echt aan de slag met. Het verzamelen van informatie, hè, dus de handleidingen van de BAM, dat heb je allemaal wel paraat nodig. En dat, die opdracht hebben we eigenlijk weer teruggegeven aan Meike. Ja. Dus toen moest zij weer aan het werk. Ja, we hadden zelf ook een hotlijntje, zeg maar, inderdaad. Telkens als ik weer foutjes zag, dan werd het weer gecorrigeerd. Of we hebben zelfs geprobeerd om een mop te implementeren. Ja, ja, ja. Want die vraag kregen we ook. Dus weet je, zo hebben we continu de hele tijd geschakeld de afgelopen maanden wel, denk ik. Ja. Ja. Die mop, daar wil ik straks meer over weten. Weet jij hem nog? Misschien moet ik hem even vertellen. Maar als het gaat over die ontwikkeling, wat waren nou die eerste stappen? Was dat meer technologisch of was dat, zelf wat meer, je begint met verzamelen van welke informatie is er? Het is echt wel belangrijk om het doel helder te hebben. Hè? Welk deel van je proces wil je ondersteunen? En welke doelgroep wil je daarin bedienen? Hè? Gaat het echt om, in dit geval dan om de flexmedewerkers? Je hebt natuurlijk ook doelgroep leveranciers, heeft de BAM ook mee te maken. Dat zijn natuurlijk andere doelgroepen. Daar kun je zelfs een andere taal aan toevoegen, maar ook die hebben andere vragen. En het is wel belangrijk dat je dat helder voor ogen hebt. Wat is mijn doel? Wat wil ik doen? En heb ik daar alle informatie ook voor handen om dat in de bot te kunnen zetten? Ja, en was dat meteen al helder van dit wordt onze doelgroep? Nou, wij merkten, waar we eerst ongeveer 1000 gebruikers hadden in Native, vooral managers en leveranciers, hebben we er nu, krijgen we er zo 1000, 2000 gebruikers bij. En die hebben dus allemaal eigenlijk dezelfde soort vragen. Ik kan niet inloggen. Ik heb mijn uren niet doorgekregen. Allemaal van dat soort vragen. En ook echt algemene vragen. Want dat is denk ik ook wel een belangrijke. Voor nu is het echt een soort van handleiding. Ja. Waarin je je vraag kan stellen. Dus je hoeft niet meer de hele handleiding door. Ja. Ja, gedigitaliseerde handleiding. Ja. Het voordeel is dan ook, het is 24/7 natuurlijk beschikbaar. Ja. Dus ook als je buiten kantoor uren, je urenbriefje moet invullen of je kan niet inloggen, kun je dat natuurlijk ook via die bot vragen. En dat maakt het natuurlijk heel gebruiksvriendelijk. Ja, dus als je inderdaad op zondagavond je administratie doet, dan hoef je niet tot maandag 8 uur te wachten om je antwoord te krijgen. Ja. Ja. Ja, want we vragen wel dat mensen voor 9 uur de uren invoeren. Ja. Ja. En dan om ze op tijd te kunnen verwerken die week, dan is het natuurlijk zonde als je om tussen 8 en 9 ochtends al die vragen moet beantwoorden, ga je niet redden. Nee. En die chatbot, het was meer dan alleen die informatie erin stoppen. Jullie moesten hem ook echt trainen. Ja, klopt. En hoe hebben jullie dat nou gedaan? Daar hebben jullie ook een filmpje een van filmpje meegenomen. Van, ja, misschien is het leuk dat we die even laten zien. Dit is eigenlijk de achterkant van de chatbot. Nou, bij de inbox komen alle vragen binnen die gesteld zijn door iedereen. Bij sources doe je eigenlijk het uploaden van alle documenten. Dus de werkinstructies, een cao, maar ook URL's kun je hierin toevoegen. En dan kom je eigenlijk bij de AI-agent. Hè. Dit zijn eigenlijk het doel beschrijven hier. Wat is nou het doel? En in de prompt geef je eigenlijk alle richtlijnen voor de bot. Hè. Meertalig, niet brutaal zijn, formeel, informeel. Je kan hier eigenlijk alles aan toevoegen. En dan bij preview kun je kijken dan wat hetgene weer toegevoegd, of dat inderdaad ook is, het antwoord is wat je hebt verwacht. En dat hebben we natuurlijk samen met de BAM iedere keer gecheckt. Van, is dit jullie antwoord? Moet het korter? Alles kan. Mag de taal wat informeler of moet het juist formeler? Daar kun je natuurlijk allemaal mee spelen.
Dus dat is eigenlijk dit filmpje. Ja. In het kort, ja. Ja. Lijkt heel makkelijk. Het lijkt heel makkelijk, ja. Het lijkt heel makkelijk, ja. Maar... Nou ja, de techniek doet het eigenlijk, maar je moet wel alert zijn dat je echt goed kijkt van dat je goede instructies geeft. Bijvoorbeeld ook met privacy and security. Ja. De instructie, je mag geen persoonsgegevens geven. Je mag geen tarieven noemen. Dat zijn natuurlijk wel belangrijke dingen bij dat doel ook. Wat zijn de randvoorwaarden? Waar moet je over nadenken? Ja. Dat je echt niet wil dat daar per ongeluk iets op zo'n bot naar voren komt. Wat je eigenlijk niet wil delen. Ja, want geen privégegevens. Ja. Dus stel, ik zit... op zondagavond mijn administratie te doen. En ik zeg dus, ik werk voor zus en zo. Dit is mijn naam, dit is mijn tarief. En deze uren heb ik gewerkt. Wat geeft die bot mij dan terug? Zo concreet, letterlijk kunnen we het niet zeggen. Nee. Maar dan krijgt hij echt van, joh, wil je informatie over tarieven en dat soort dingen? Die kan ik je niet geven. Ik adviseer je dan om contact op te nemen met BAM Flexplein. Precies, maar dus, hij gaat in ieder geval niet mijn informatie opslaan. Nee. En als je vraagt, joh, wat is het telefoonnummer van Meike? Dan zegt hij ook, die informatie kan ik niet delen. Okay, of wat is het gemiddelde tarief van een timmerman? Dan verwijst hij ook naar ons. Wellicht is dat voor de toekomst natuurlijk wel een idee om daarna te gaan kijken. Van dat hij ook echt die informatie uit native gaat halen bijvoorbeeld. Maar dan wordt het dan nog... Moet het ook echt gebonden zijn aan de rollen en de rechten die iemand in het VMS heeft natuurlijk. Ja. Dus voor nu is het echt algemene informatie die je dan krijgt. Ja. Even te kijken, want we hebben ook een aantal polls uitstaan. Okay. De eerste poll was, in hoeverre denk je dat AI zoals een chatbot kan helpen bij het verminderen van routinematige taken van flexwerkers? En daarmee, de grote meerderheid, bijna 60%, zegt AI kan een groot deel van de taken automatiseren. Zijn jullie het daarmee eens? Een groot deel van de taken? Of hoe zien jullie dat? Als ik naar mezelf kijk of naar onze afdeling, denk ik dat een heel groot deel van de standaardtaken zeker weggenomen kunnen worden. Echt het maatwerk, het advies van... inderdaad echt op naamsniveau. Ja, dat zullen wij vooralsnog gewoon zelf moeten doen. Maar heel veel, toch de algemene mailtjes van... ik kan niet inloggen, dat is echt eentje die we gewoon heel veel krijgen. Ja daar kan hij gewoon zeggen, klik hier, doe dit. Hopelijk in de toekomst ook alvast met een linkje erbij. Want nu moeten ze zelf nog inloggen. Maar dat, die taken en die mailtjes... Ja, we merken echt een stijgende lijn in calls. Ja, dus ik hoop echt dat die weer... naar beneden gaat. En dat denk ik ook wel, want anders zouden we dit niet doen. Ja. Ja, dus het kan echt helpen om die werklast wat te verminderen. Ja. En dan juist de taken waarvan je zegt, dat is nou niet echt wat je superveel energie geeft als professional. Ja. Ja, nee, eens. Ja, toch die standaard werkzaamheden, die maken het wel minder uitdagend voor het team. Ja. Ja, en toch die standaardvraag staat vaak druk op, want iemand moet zijn uren invullen. En dus dan moet je als InnoDesk-medewerker ook eigenlijk daar meteen antwoord op geven. Ja. Ja, en dat is fijn als dat natuurlijk afgevangen wordt. Ja. Ja. Denk je dat dat voor meer organisaties zo kan werken? Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ik denk dat er overal wel standaard werkzaamheden zijn en standaard berichtjes binnenkomen. Het gaat natuurlijk om de bulk. Kijk, als jij maar 10 mailtjes op een dag krijgt, dan heeft het misschien wat minder toegevoegde waarde. Maar wij krijgen honderden mailtjes per dag. Ja, dan gaat het echt wel helpen. Dus en iedereen heeft wel standaard werkzaamheden, denk ik. Ja. Standaard vragen, iedere inhuurdesk of helpdesk. Jij heeft natuurlijk altijd standaard vragen. Je ziet natuurlijk overal online de chatbots al. Die zijn vaak heel generiek. En wij hebben dus met deze chatbot echt BAM-specifiek gemaakt. En dat maakt dat het dan ook echt wat meer helpend is. Ja. Omdat het echt over de BAM-omgeving gaat. Zeg maar het gaat het denk ik nooit volledig vervangen. Nee. In ieder geval de komende tijd niet. Het is, want die kreeg ik dan ook wel eens van... oh, gaat mijn baan overgenomen worden? Maar zo werkt het bij ons in ieder geval de komende tijd nog lang niet. Dus die persoonlijke aandacht die zal altijd nodig ook blijven, denk ik. Ja. En jullie hebben ook een filmpje meegenomen met veel gestelde vragen. Ja. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Vragen mensen nou het meest aan die chatbot? Nou ja, de meest gestelde vraag is natuurlijk... ik kan niet inloggen. Nou, dat zal Meike bevestigen. Daarom is deze ook uitgekozen. Mm-hmm. En dat is een generieke vraag. En dan zie je ook dat de bot vraagt... wat is je rol? Want het is natuurlijk wel belangrijk. Ben je intern van de BAM of ben je een externe flexmedewerker die in wil loggen? En dat soort dingen hebben we natuurlijk ook allemaal erin gezet. Dus hij vraagt ook keurig vanuit welke rol,
En hier geeft hij dan het antwoord voor de interne medewerker van de BAM. Ja. En moet je dan ook echt zeggen van ik ben een interne medewerker? Of kun je dat ook op een andere manier formuleren? Snapt hij dat ook? Ja, dat snapt hij ook. Dan zeg ik ben een interne medewerker. Ik werk bij de BAM. Ik ben BAM projectmanager. Of nou ja, noem het op. Ja, dat pakt hij allemaal. Dat kan hij wel uitfilteren. Ja, dat filtert hij eruit, ja. En bij twijfel dan vraagt hij inderdaad ook echt om verduidelijking. Ja. Dus dat scheelt ook. Ja. En jullie hebben hem zelfs in meerdere talen getraind. Ja, daar hebben we ook een klein filmpje van. Want ja, BAM heeft natuurlijk veel meertalige flexmedewerkers. Ja, maar het is natuurlijk heel leuk als het in het Nederlands kan. Maar het is natuurlijk heel fijn als het in je eigen taal kan. Nou, hier vraag je dan, kunt u ook in het Turks dat uitleggen? Maar als je in Turks begint, pakt hij het ook op. Ja. Of in het Portugees, of in het Italiaans, of in het Engels. Dan hoop ik dat die vertaling goed is natuurlijk. Ja. Hè? Jullie hebben een aantal talen getest met meertalige medewerkers. Ja, aantal getest inderdaad. Het werkt tot het Turks, Grieks. En we hadden wel de instructies in de meest voorkomende talen. Maar ja, wij merken wel dat het is gewoon niet meer waar je voorheen met Pools en Portugees bijvoorbeeld toe kon. Ja, merken we nu, er komen Armenen, Litouwen, ze komen overal vandaan, ja, dat is gewoon niet meer bij te houden. En als je dan die service wel kan bieden, dat ze hun uren gewoon, of dat ze in ieder geval de instructies in hun eigen taal hebben. Het systeem kunnen ze kiezen, Engels of Nederlands. Okay. Kunnen ze zelf instellen. Maar ja, dit scheelt al een hele hoop. Ja, ja dat ze het ook gewoon in hun eigen taal die vragen kunnen stellen. Ja. In dat geval zou het soms zelfs de voorkeur kunnen hebben om dan met een chatbot te praten. Ja. Hoe zien jullie dat? Ik ga het niet redden in al die talen. Dus ik kan me heel goed voorstellen. En het is even wennen. Het is nieuw. Het is voor sommige mensen ook best wel complex. Dus dan is het wel fijn als je dat kan vragen. Als het te ingewikkeld is, dan kan je ook zeggen, joh, vertel het makkelijker. Ja. Of korter inderdaad. Korter, ja. Dan krijg je gewoon een samenvatting. En als je dan aan de hand van de samenvatting kan, nou, dan is het mooi. En anders kan je weer extra verduidelijking vragen. Dus dat helpt echt wel. Ja. Nou ja, en met grapjes hebben jullie dus ook getraind. Wat is de grap met de chatbot? Ik moet eerlijk zeggen, weet jij hem nog? Ja, dat met die ladder te maken. Van hoe kan ik ga solliciteren bij de BAM en hoe kan ik sneller hogerop komen? En toen kwam het grapje eruit, jij neemt een ladder mee naar je sollicitatiegesprek, dan kun je omhoog klimmen. Ja. We krijgen ook iedere week of dag krijgen we ook echt een overzicht van alle vragen die gesteld zijn. Ja. Dus dan wordt er bij Native hard gelachen om alle gekke vragen. Ja. Toen is er dus uiteraard handmatig een mop toegevoegd. Ja. Dus als je hem nu vraagt, dan krijg je hij is getraind om moppen te mogen stellen als hij het maar netjes houdt. Ja, zeg maar. Geen vieze moppen. Geen vieze moppen, nee. Nee, en wat daar ook nog naar voren kwam, is joh, dat je. We hebben ook geprobeerd om hem echt heel boos te krijgen. Ja. Met scheldwoorden. En dan komt hij heel netjes. Oh, ik vind het heel vervelend dat je gefrustreerd bent. Of ik proef je frustratie. Maar dus dat. Hij is niet boos te krijgen. Nee. Dus ons nog niet gelukt in ieder geval. Dus dat. We hebben nog een poll. En die vraag was: welke van de volgende taken kost je inhuurdesk de meeste tijd? Nou, staat op nummer 1: 50% urenregistratie invullen en goedkeuren. En op nummer 2: vragen over inloggegevens. En op 3: contractdetails opvragen en beheren. Is dit ook wat jullie terugzien bij BAM? Die urenregistratie, die doen wij niet zelf. Dus dat scheelt. En het goedkeuren ook niet, dat ligt bij de business. Bij ons. Dus bij ons is het of de medewerker of de leverancier die de uren invoert in het systeem. En dan moet de manager goedkeuren. Wij zijn wel de hele tijd aan het chasen met mailtjes van joh, keur goed. Bij ons is het heel moeilijk voor de business om zich te realiseren dat als ze niet goedkeuren, dat een medewerker of een externe medewerker gewoon geen geld krijgt. Uh-huh. Dus daar zijn we ze wel heel erg aan in het opvoeden. Dus dat kost wel tijd. De urenregistratie zelf niet. Ja, en die andere, heel herkenbaar. Maar je zag het al aan de meest gestelde vraag net. Die herkennen we zeker. Mensen loggen één keer in de week in of misschien één keer in de maand. Hoe ging dat ook alweer? Ja, nou, dan is het heel makkelijk om even te chatten. In plaats van, dan moet ik weer gaan bellen en dan sta ik misschien in de wacht. Of dan weten ze het niet. Of dat helpt.
Ja, zeker. Ja. En zeker die 24/7 erbij. Ja, hij is altijd bereikbaar. Ja, en zo'n inlogcode die ze dan krijgen als ze voor het eerst uren moeten schrijven. Bij ons wisselt de bezetting van de externe medewerkers. Ja, die wisselt gewoon omdat er heel veel ook kortcyclisch werk is. Ja, dan krijgen ze een inloggegeven. Die krijgen ze dan op maandag. En die is dan maar 48 uur geldig. Mm-hmm. Dus ja, dan willen ze op vrijdag hun uren gaan schrijven. Ja, dan gaat het al. Dan moeten ze alweer nieuwe inloggegevens hebben. Ja. Die bot legt dan heel netjes uit wat ze kunnen doen. En dat ze dus niet afhankelijk zijn van ons. Maar dat ze dat ook weer zelf kunnen met bepaalde handelingen. Ja, dus ze kunnen zelf ook inloggegevens opnieuw opvragen. Ja. Waarmee ze dan verder kunnen. Ja, aanvragen. Ja. En dan krijgen ze dat natuurlijk in een mail toegestuurd. De bot geeft niet de inloggegevens. En vaak in de spam toch ook. Ja, want er zitten ook weer al die security dingen achter. Ja. Dus dat is het eerste. Heb je je spam gecheckt? Ja, en soms is het dan al zo opgelost. Ja. Het scheelt een hoop frustratie, denk ik ook, bij de mensen. Ja. Ja. Hoop ik in ieder geval. We hebben ook al wat vragen uit het publiek binnen. Hoe bereiken nou externe medewerkers Flex of ZZP deze bot? Bij ons is het nu gewoon met een linkje. Ja. In de toekomst hoop ik echt, en daar zijn we dan ook verder over aan het kijken, dat het via Native gaat, daar kan jij mee op. Maar wij delen nu nog gewoon de link. Ja. Op de BAM Flexplein website. Ja. En in mailtjes en dat soort dingen. Ja. Ja. Een beetje een technische vraag. Jullie gebruiken een ChatGPT trainer. Ja. Maar de input bevatte gevoelige klantendata. Hoewel het niet wordt opgeslagen, wordt het wel gepost in de OpenAI API. Hoe denken jullie daarover na? Oef. Heel technisch. Nou, we hebben in ieder geval door alle compliance afdelingen laten checken intern bij BAM. Van joh, hoe wordt daar omgegaan met die omgeving? Ja, en iedereen zegt wel, het is echt afgesloten. Hij pakt alleen maar onze informatie. Hij pakt dus ook niet informatie van het web erbij. Nee. We kunnen wel, volgens mij, maar dan wordt het inderdaad technisch, we kunnen wel bepaalde links. Dus als ik een link naar de bouw-CAO erbij zou kunnen willen doen, bijvoorbeeld, kan dat wel. Ja. Maar het is niet zo. Het is echt alleen de informatie die wij geven. Hij staat niet in verbinding met de grotere wereld, om het zo maar te zeggen. En er wordt ook geen gevoelige klantdata ingedeeld. Nee, zeker nu nog niet. Ja, wat ik net al zei, ik hoop in de toekomst dat dat wel, niet dat we dat willen delen met de hele wereld, maar dat je wel ook die specifieke informatie kan opvragen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar nu is het echt nog alleen de handleiding, de instructies die ik heb aangeleverd. Ja. En hij geeft ook direct antwoord, dus de bot. Het is niet dat je moet wachten tot maandag. Nee. Je krijgt meteen. Ja. Nee. Ja. Als je iets invult, krijg je meteen een antwoord. Ja. 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 Verder, wat was de eerste reactie vanuit het team van BAM Flexplein om met deze tool te gaan werken? Hoe reageerden mensen? Nou ja, de ene is er wat enthousiaster over dan de andere, denk ik. Dus dat is denk ik ook normaal. Inderdaad, die vraag. Ik heb wel eens de opmerking gekregen, dus ben ik dan straks overbodig. Maar over het algemeen gewoon positief. Ja. Want wat we net ook al zeiden, het is niet het meest leuke werk. De contractadministrateurs die vinden het leuker om de business te adviseren en om mee te denken van joh, hoe kunnen we voldoen aan je capaciteitsbehoeften, kunnen we je daarbij helpen, dan altijd maar die mailtjes weg te tikken. Dus in het begin een beetje sceptisch, maar toen ze de vragen ook zijn gaan stellen en zagen dat het eigenlijk best wel klopte, hadden ze zoiets van, werd iedereen toch wel wat wel een stuk positiever. En ook binnen andere onderdelen van inkoop zijn we nu, willen we al gaan kijken van, kunnen we dit ook niet voor andere dingen gaan doen? Over met WKA is ook zo'n ingewikkeld onderwerp van, welke inzetten mogen wel, welke niet? Welke certificaten moeten leveranciers hebben, welke niet? Ja, dat zijn wel de dingen. Dus het langzaam maar zeker begint het zich wel te verspreiden, ook binnen, in ieder geval binnen inkopen. En wie weet ook in de toekomst verder binnen BAM. Ja. Nou en het helpt ook dat jullie ook echt wel data-minded zijn en binnen de BAM. Dus jullie hebben echt een volwassen inhuurdesk. En het bedrijf zelf ook, jullie staan er echt voor open. En dat helpt natuurlijk ook de medewerkers erbij. Ja. En dat is ook echt wel een voorwaarde als je hiermee aan de gang gaat. Dat je echt beseft van, zijn we daaraan toe als bedrijf? Heb ik een volwassen inhuurdesk? Kunnen die daar goed mee werken? En zien die dat ook echt als ondersteuning? Want dat is het natuurlijk. Ja. Nog een vraag. Kunnen leveranciers ook vragen stellen?
We hadden in het begin, in de testtijd, hadden we alles op één hoop gegooid. Ja. En nu hebben we dat wel uit elkaar getrokken. Dus die van de leveranciers, die moeten we nog verder gaan voeden. Maar die, of gaan leren heet het dan, trainen. Ja, trainen. Ja. Maar we hebben dus nu echt ons gefocust op de externe medewerkers en de business. Ja. Om hen als eerste te kunnen servicen. Ja. En de leveranciers die komen er heel binnenkort aan. Ja. Maar die hebben ook weer andere vragen. Zo, hoe specifieker je doelgroep maakt, hoe makkelijker je die bot ook specifiek kunt voeden. En daarmee de beste antwoorden. Mijn wens is ook dat de manager in de toekomst kan vragen, joh, wat is de beste leverancier als ik een timmerman zoek? En dan wil ik eigenlijk dat die chatbot gaat zeggen, nou, deze en deze leverancier moet je hebben. Maar je wil niet dat die leveranciers dat van elkaar zien. Of welke leverancier heeft de gunstigste tarieven als het gaat over een monteur. Ja, dat soort informatie wil je niet delen met de hele wereld, denk ik. Nee. Lijkt me. Hoop vragen krijg ik binnen. Oh jee. Zijn we niet duidelijk geweest? Nee, mensen zijn denk ik gewoon willen echt weten hoe dit werkt. Wordt de inzet van de AI helemaal gefaciliteerd door Native? Of hebben jullie nog een partij die het ondertussen onderhoudt? Nee, wij doen het nog steeds zelf. Ja. En het is natuurlijk ook een logische stap. En daar gaan we ook naar kijken om het straks te integreren in het VMS. Daar zijn we natuurlijk aan het kijken. Maar dan loop je inderdaad tegen verschillende gebruikers aan. En dan zul je heel goed moeten identificeren wie mag welke informatie wel. En moet je het echt gaan koppelen aan rollen en rechten binnen het systeem. Dus ja, dat is een hele logische vervolgstap. Ja. Over vervolgstappen gesproken. wat is de volgende stap die BAM hierna wil zetten? Is er een toekomstplan, een visie op AI? Ik kan alleen voor mijn eigen afdeling spreken. Want de grote BAM-visie die ken ik, die ga ik ook niet. Die ken ik niet genoeg daarvoor. Ik hoop echt dat we gewoon straks aan die chatbot ook zelf kunnen vragen van, joh, inderdaad, ik zoek morgen monteur. Ja. Wie is er bij wijze van spreken beschikbaar? Of dat een manager zegt van, ik zoek over 2 maanden een projectleider. Wanneer moet ik gaan zoeken? Want hoe lang duurt die zoektocht gemiddeld voordat ik een projectleider heb? Weet je, allemaal van dat soort dingen, die zou ik er wel heel graag in willen terugzien. Zodat je gewoon heel gericht kan zoeken en niet meer met hagel hoeft te schieten en alle leveranciers hoeft te benaderen bijvoorbeeld. Ik denk dat zijn wel echt. En dan kom je op de scheidslijn natuurlijk ook met de echte analytics tool die wij ook natuurlijk al beschikbaar hebben. Die echt predictive workforce kan doen. Dus echt de manager kan gaan adviseren. Als je een projectmanager zoekt, zoek hem dan niet in Apeldoorn, maar in Arnhem. Want daar is de markt beter. En doe niet 32 uur, maar 40 uur. Want dan heb je meer reacties. En dat is echt de vervolgstap. Dit is echt natuurlijk een digitale handleiding. Hè, die 24/7 beschikbaar is om de inhuurdesk te ontlasten. En straks ook de leveranciers vragen te kunnen beantwoorden. Maar je wil dat natuurlijk heel logisch in dat VMS zetten. En dan zou een vervolgstap ook zijn. Gaan we echt nog een stap verder met analytics. En daar hebben we eigenlijk de eerste gesprekken ook al over gehad. Maar we wilden eerst even dit project afronden. We moeten het langzaam doen. Ja. Nou ja, zo langzaam is het niet. Nee. Want we zijn pas een paar maanden bezig. Ja. Ja, hoe lang zijn jullie bezig geweest met het invullen en het trainen? Ja, ik denk dat, wat zeiden we net, 6 maanden geleden kwamen de eerste ideeën. En ik denk een maand of 4 geleden of 3, 4 dat we echt zijn gaan aanleveren. Ja, en dan in de toekomst, als je het dan ook over de toekomst hebt. Want nu stuur ik nog al mijn informatie naar Chris persoonlijk. Chris, en die regelt het voor ons. Maar ja, in de toekomst zullen we dat ook zelf moeten gaan beheren. Want instructies veranderen, processen veranderen, wetgeving verandert. Je zal toch die chatbot ook up-to-date moeten houden. Ja. Ja. Dus daar komt wel weer een taak bij ook. Ja, maar goed, je handleidingen moet je ook up-to-date houden. Ja, als je hier rondstuurt. Dus je moet het goed vastleggen, dat is belangrijk. Ja. Nou, de laatste poll. Hoe belangrijk vind je het om AI te integreren in het personeelbeheerproces binnen jouw organisatie? Zeg maar liefst 30% zeer belangrijk. En 60% vindt het belangrijk, maar het is nog geen prioriteit. Wat denken jullie? Is het vroeg om hiermee aan de slag te gaan? Ja, het is wel van nu, zeg maar. En dit te integreren in de human business eigenlijk zal natuurlijk best wel een uitdaging zijn. Want het is natuurlijk allemaal persoonlijk contact. We kunnen eigenlijk niet meer wegkijken voor de AI, zeg maar. En voor de chatbots die er zijn. En over het optimaliseren van je processen. Optimaal inzetten van je mensen, dan heb je ze liever dat ze
maatwerken leveren en dat de standaardvragen worden afgevangen. Dus ja, ik denk dat we echt wel op het punt zijn dat we daar nu mee verder moeten gaan. Ja. En veel bedrijven erkennen dat ook wel. Hè. We hebben toen op die summit in Breda daar ook veel over gesproken. Dus iedereen ziet dat wel, maar het is toch altijd even lastig het eerste beginnetje maken. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het heel laagdrempelig, waarbij mensen eraan kunnen wennen. En wij hopen eigenlijk dat we daarmee de volgende stappen kunnen gaan zetten. Ja, dit is iets heel tastbaars en kleins. En mensen zijn het natuurlijk ook al gewend als je bij de Bol iets bestelt of bij de KPN iets wil weten. Ja, dan krijg je toch eerst een chatbot. Dus ja, volgens mij ontkom je er niet meer aan. En ja, de snelheid waarmee het gaat, daar ben je nog zelf in ieder geval bij natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, ik merk inderdaad in het begin, waar dus 6 maanden geleden iedereen zei, oef. En nu zeggen ze al, kan er nog meer in, kan er nog meer bij. Ja, ja. Ja, maar ze komen zelf met ideeën van, kunnen we inderdaad een cao toevoegen? Of kunnen we niet onze interne handleidingen over leaseauto's erbij doen? Of ons ZZP-beleid hebben we er nu in staan? Dus een manager kan dan nu ook vragen van, joh, ik heb een ZZP'er, hoe lang mag ik die inhuren of inzetten? En krijgt hij ook heel concreet antwoorden. Dus ze komen nu zelf al met informatie van, misschien moeten we dat er ook in gaan doen. Je ontkomt er denk ik niet naar. Ja. Zeker niet als mensen het nut ook gaan zien. Dan, en dan merken dat ze meer tijd over hebben, omdat die vragen natuurlijk allemaal afgevangen zijn. Hè? Als je maandagochtend komt en er staan geen 100 mails, maar 10. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel even een andere start van de week. Kan je nog even koffie drinken en je weekend bespreken. Ja. En het is wel echt een verschil. Dus met die chatbot die mensen al kennen, dat maakt het wel laagdrempelig om erin te stappen. Ja. Want het is herkenbaar, maar het is wel echt een ander ding. Ja. Ja. Ja, en ik denk, wat we net ook al zeiden, echt een heel groot voordeel is dat het gewoon, dat hij er altijd is. Ja. Mm-hmm. Dat hij er echt altijd is en dat je niet hoeft te wachten tot maandagochtend 8 uur. En dat, ik krijg zo vaak mailtjes nog, 's avonds laat zie ik die, dan denk ik, dat is natuurlijk echt wel heel fijn. Ja. Dat je meteen geserviced wordt en niet hoeft te wachten. En dat is natuurlijk ook eigenlijk in onze maatschappij aan de hand. Hè? Mensen willen pakken telefoon, willen meteen een antwoord hebben. En als ze dan moeten wachten, dan ben je eigenlijk al een beetje geïrriteerd. Het is natuurlijk heel fijn als je gewoon meteen antwoord krijgt. Wat jij net ook zei, hè? Als je veel zondagavond je uren moet invullen. En je denkt, ik kan niet inloggen. Ik kan nu niks doen, maar ik zit er nu klaar voor. Ja, dan is het natuurlijk heel fijn dat die bot je verder kan helpen. En dat is natuurlijk eigenlijk wel wat jij net zei. Bij webwinkels overal is dat natuurlijk nu een soort van normaal. En zeker de generatie die er nu aankomt, die zijn er helemaal natuurlijk mee gewend. Ja. En dan de mensen met meer de echt specialistische vragen, waar echt een mens aan te pas moet komen, die zijn daardoor dus eerder aan de beurt. Ja, op maandag. Precies. Ja. Dat ook, ja. 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 Die hoeven ook minder lang te wachten. Ja. Nou, volop voordeel. Ja, dank zeker. Jullie wel voor al jullie inzichten. Graag gedaan. We hebben een hele hoop geleerd over AI, de inhuurdesk. En we weten dus ook, er is ook nog een hele hoop te ontwikkelen en te ontdekken. Ja, dank jullie wel. We gaan afronden. Graag gedaan. Ik zie jullie straks terug, want we hebben nog veel meer webinars in petto. We gaan het zo meteen met Uniforce hebben over de deregulering van de arbeidsmarkt. Waarom het daar tijd voor is. Vervolgens nog meer wetgeving, juist wetgeving die er aankomt, namelijk de wet DBA. En we eindigen de dag met datagedreven werving, slimmer matchen van talent, samen met FlexTender. Je kunt je nog inschrijven voor al deze webinars. Doe dat vooral en dan zie ik jullie straks graag terug. Bedankt voor het kijken.